En ondertussen al twee mooie vrouwen voor mijn neus. Met vooral heel veel mooie, mooie, lekkere dingen, denk ik, in hun handen. Dag Sabine en dag Caroline. Hallo. Welkom. Jullie werken op de dienst radiotherapie, denk ik, van het UZ Gent. Wat doen jullie daar? Ik ben verpleegkundige en Caroline is medisch secretaresse. Ah ja, oké. Ja, goed werk dat jullie daar leveren. En jullie hebben ook dan ook nog eens een lekkere actie, denk ik, moet het geweest zijn, voor Music for Life georganiseerd. Wij hebben zalige zoetigheden gemaakt en verse soep gemaakt. Alright. En verkocht dan. Ja, daar ga ik van uit. Ja, voor wie heb je dat gedaan? Patiënten in de minderheid en voor het personeel van onze dienst. Ah ja, oké. Okay. En voor welk goed doel hebben jullie Kom op tegen kanker. Ah, voor Kom op tegen kanker. Ja. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Omdat dat een redelijk logische keuze is. Dat is al onze job. Ja, absoluut. Ja. Jullie zien het elke dag. Ja. Het is de vele verhalen die hier passeren van mensen die iemand kennen die met kanker te maken krijgt. Het is echt ongelooflijk, vind ik dat. Mm. Hoeveel van die snoepjes en koekjes en andere dingen hebben jullie verkocht? Of voor hoeveel geld hebben jullie verkocht? Dat zal makkelijker zijn. Dat zal makkelijker zijn, ja. We gaan het samen zamelen. Ja. Ja. We hebben verzameld 1820 euro. Wauw, en dat heb ik ook synchroon gezegd. Dat hebben jullie fantastisch goed gedaan. Vusje, Sabine en Caroline, dankjewel. Dankjewel.